vis? Vlees? Veggie? Of wereldkeuken? Volg gewoon je eigen goesting. Want onze Njamchefs tonen je hier de weg naar snel, makkelijk en lekker koken. Goeiedag. Vandaag gaan we vis klaarmaken. Pladijs. Pladijs van de Noordzee. Uit de Noordzee. Daarbij doen we de Belgische knapperige tomaatjes. Beetje bieslook. Vastkokende aardappelen hebben we nodig. Dus in dit geval zijn dat chalot aardappelen, maar dat mogen ook andere aardappelen zijn. We hebben chalotten nodig, een beetje citroensap, visbouillon, room, witte wijn en that's it. We gaan beginnen met hetgeen wat het langste duurt. Dat zijn uiteraard het koken van de aardappeltjes en het maken van onze saus. De aardappeltjes, dat zijn kasteelaardappelen. Pomme château, zoals ze zeggen. Die gaan we een beetje draaien. Enkel alleen voor het oog, omdat we dat mooi vinden. Dus we zetten water op. Voor de Njamkijker die Bert Meeuwis nog niet aan het werk heeft gezien. Jij werkt al eens graag met een patatje. Hè? Ik vind een aardappeltje in de keuken, dat moet er altijd bij zijn. Of dat mag er altijd bij zijn. En boter mag er ook bij zijn. Dat is ook geen probleem. Maar je kan ook rijst gebruiken, pasta, dat mag allemaal. Dus, we gaan nu wat aardappeltjes draaien. Een stuk of zes hebben we er nodig. Het zijn charlotte aardappelen. Dit zijn charlotte aardappelen. We gaan proberen die ongeveer in dezelfde vorm te draaien. Nu, uiteraard thuis doet u wat u wil. U mag die ook gewoon schillen, dan hebt u iets minder afval. Wij doen dat in het restaurant voor het oog, dat het mooier presenteert. Dus we gaan er een stuk of zes doen. Voilà, nog twee stuks. Houd jij ooit een tel bij, chef? Hoeveel patatjes heb jij in je leven al gedraaid? Ik heb er al een deel gedraaid, maar het wordt minder en minder gebruikt. Dat is echt dus uit de klassieke keuken. Mm-hmm. Maar er zijn mensen bij ons die echt een patatje vragen nog. Hè? Die graag een patatje bij hun eten hebben. Dan doen we dat uiteraard. Hè? Dat is geen probleem. Dus we gooien die nu in het water. Voilà. En ik denk dat die in 10, 12 minuutjes moeten koken. Maar dit gaat wel een klein beetje te hard. Want die een beetje minder. Ik zal jouw kookwekker zijn. Op boost, dus dat gaan we niet doen. Dan gaan we beginnen met onze saus. We hebben daarvoor nodig een klontje boter. In dat klontje boter gaan we dadelijk onze chalotjes aanstoven, blussen, met witte wijn inkoken. Dezelfde hoeveelheid plusminus visbouillon inkoken. Dezelfde hoeveelheid plusminus room en ook weer inkoken. En de witte wijnsaus is klaar. Afsmaken met een beetje citroensap en eventueel zout, wat ook nog in de aardappelen moet. Maar goed dat ik eraan denk. Even kijken hier. Voilà. Ik weet dat uw goede vriend Pepe, onze Italiaan, zweert bij heel veel zout in zijn pastawater. Geldt ik denk dat ook voor jou bij patatjes? 10 gram om de liter doen, of nog meer zelfs. Mm-hmm. Maar bij patatjes is het wel iets minder. Kun je nog een beetje stilzetten? Voilà. Dus twee chalotten, twee of drie, dat komt niet zo nauw. Gaan we aanstoven. Want die een beetje immenseren. Moet je niet mooi snijden, waarom niet? Die worden toch gezeefd, die saus. Voilà. Stel, ik heb een gewone ajuin in huis. Zou het daar ook mee lukken? Dat gaat ook. Een gewone ajuin gaat ook, dat is geen probleem. Gewoon emanceren, een rondelletje snijden. Het programma heet Snel, Makkelijk en Lekker. Maar als we met Bert Meeuwis werken, is het sneller, makkelijker en lekkerder. Als ik jouw snijtempo zie. Dus we stoven die aan nu. Dat mag al een redelijke brede kastrol zijn. Waarom? Hoe groter je recipiënt, hoe sneller je saus ook is ingekookt. Voilà. Okay. Dat is de reden. Want dit is nu echt het recept van een klassieke witte wijnsaus. Hè? Dus een sauce vin blanc, klassiek. Ja. Voilà. Dus we gaan die laten smelten. We kunnen wat bieslook snijden al ondertussen. Een deel van de saus straks. Onze tomaatjes immonderen. Immonderen, dat is kruis kunnen maken. En het vel eraf halen. Daar hebben we ook water voor nodig. Die ga ik opzetten. Het vliesje van de tomaat is niet zo lekker. Zeker niet in een warme bereiding, want dan komt dat er vanaf. Klein beetje nog. Voilà. Ja.
Perfect. Voilà, dat is goed. Hier gaat nu witte wijn in. Speciale soort witte wijn, nee, zoet, witte droog, wijn. Droog. Droge witte, goedkope wijn. Oké. Plus minus 3 deciliter, dat is een beetje op het oog. Die laten we inkoken. Dezelfde hoeveelheid visbouillon, dezelfde hoeveelheid room. Alles, eerst witte wijn, dan de visbouillon en dan de room. En dan 7. Stel, er eten kinderen mee, chef. Wat met witte wijnsaus? Witte wijnsaus is geen probleem, want de alcohol is verdampt uit de saus. Oké. Dus, we gaan wat dingen snijden, wat bieslok snijden straks voor in de saus. Gewoon een beetje fijn ciseleren. Heerlijk, hè? Jouw jargon. Jouw culinaire termen, ciseleren. Ja, ciseleren, versnipperen. Ciseleren is eigenlijk het fijn versnijden van kruiden. Ja. Munt. Bieslook kun je ook een potje kopen thuis. Wat je op het aanrecht zet, waar je telkens iets van kunt afnemen. Wij verwerken redelijk wat bieslook bij ons, dus wij kroppen kan en klare bieslook. Mm-hmm. En als je zegt thuis, doe je dat nee, zelf ook bedoel nog? Ik op slagmolen. Ja. En bij Bert Meeuwis thuis wordt daar ook gekookt? Ik kook de madame, okay. Carlijn. Dus ik kook thuis bijna nooit. Okay. Maar we gaan ook alleen regelmatig een hapje eten. Mm-hmm. Dus, voilà, gaan we die plank een beetje zuiver maken hier. En als jullie zo door de week eten, thuis? Gewone middag. Gewone middagkost. Ja. Maar we eten altijd op slagmolen, hè? Ja. Smiddags. Samen met onze personeelsleden. Die koken, dat is goed. Tomaatjes gaan we emonderen. Dan gaan we ons visje doen. En dan zijn we klaar met onze mise en place. Tomaatje dat moet voldoende zijn. Tomaatjes van bij ons, ja. Voilà. We gaan er een klein kruis kunnen maken, van achter ook. Water kookt bijna. U kan dat eventueel ook doen in het water van de aardappelen. Oh ja. Als je echt weinig tijd hebt, dan zeg je van ik gooi dat erbij. Pak je met een ziftje eruit, maar soms is dat een knoeiboel. Ja. Of geen goed sting hebt in een afwas. Ook dat, voilà. Dus dat water kookt bijna, dan ga je heel even wachten. Dat is ook in orde. Gaan we ons visje fileren. Ons pladijsje. We hebben 4 flikkers nodig. 2 vlees de man. Mm-hmm. Voilà. Dit is nu een pladijs. Uiteraard kun je dat pladijsvlees gewoon bij bij je vishandelaar bestellen. We hebben er nu hier een zonder vel. Je kunt die ook met vel krijgen. Dat is zeer eenvoudig te fileren. Dat is eigenlijk hetzelfde als een zeetong. Voilà. Je ziet het, dat is de fleken van pladijs. Zeer lekkere vis. Ook meunière gebakken. Meunière dus in de bloem. Is dat fantastisch. Wanneer is die op zijn best? Wat is zo het seizoen van pladijs? Pladijs is juni, oktober. Maar pladijs kun je het gans jaar door krijgen. Okay. Maar het beste seizoen is juni tot oktober. Mm-hmm. Dus je zegt meunière. Wat zijn zo nog lekkere bereidingen met pladijs? Je kunt die ook grillen, hè. Oké. Okay. Ja. Ah, ik zie nu dat... in de grillpan en die valt niet uit elkaar. Je moet die goed olieën. Mm-hmm. En dan op een grill heel kort. Ik ga wel even nu mijn tomaatjes doen. Hè. Dus, voilà. En daar heb je geen azijn of zo bij gedaan. Dat is gewoon puur kokend water. Dat zit voor die tomaatjes? Tomaatjes. Ja, ja, dat is gewoon emonderen. Hè. Ja. Dus normaal is dat 10 seconden. We gaan even kijken. Hè. Totdat het vel loskomt van de tomaat. Dan doen we die in een ziftje. Ik denk dat we al zover zijn. Ja. Het gaat echt supersnel. En dan gaan we die afkoelen onder koud water. Doe maar even lopen. Even onze aardappeltjes checken. Nee. Ik denk onze dat ze saus nog checken. 2 minuutjes mogen. De saus komt goed. Het is al nu voor meer dan de helft ingekookt. Dus dat is zeer goed. We gaan ons visje nog verder fileren. Dan hebben we 4 vlees, wat eigenlijk voldoende is voor... Voilà.
Dat mag weg. Hier kun je ook weer visbouillon van maken. Visbouillon die wij zelf gemaakt hebben. Je kunt ook visbouillon kopen, uiteraard. Maar ik heb het gevoel dat jij van vers houdt. Wij hebben liever verse bouillon dan gekochte bouillon. Het is ook heel gemakkelijk te maken. Het duurt maar 25 minuten. En hoe zou je die dan maken? Visbouillon maken we door ajuinen aan te stoven. Onze visgraten mooi te spoelen. Van kieuwen en lever te ontdoen. Dat al het bloederige eruit is. En dan gaan we die graten op die ajuinen leggen. We doen daar witte wijn op. We doen een deksel erop. We laten die graten half gaar stomen. Dan bevochten we die met water tot die half onder staan. Een citroen die pelea vif, dat wil zeggen een citroen waar heel de schil van af is. En wat peperkorrels. 25 minuutjes laten trekken. Laten afkoelen en zeven. Dat het minder troebele gedeelte naar beneden komt. En dan kun je die mooi passeren. Ik ga nu mijn saus bevochtigen met de visbouillon. Ongeveer dezelfde hoeveelheid als ik er straks witte wijn heb gebruikt. Ja. Voilà. Dus de witte wijn moet eerst helemaal... Niet helemaal, maar bijna. Okay. Ja. Dus niet droog. Dat is nu in orde. Nu gaan we een paar tomaatjes pellen. Ik denk een stuk of zes is genoeg. Maar het zou ook met velletje kunnen, toch? Dat kan zeker met velletje. Dat is allemaal fantasie. Geen tijd of goestingen. Maar het is wel iets aangenamer in de mond, mm-hmm, als ze gepeld zijn. Dus, het is een leuke grootte van tomaat ook. Het is een mooi tomaatje. Ja. Als je die vult met granaatjes, om een receptie, handgepelde granaatjes, ook lekker. Mm. De patatjes zijn nu ongeveer 10 minuten. Die zijn nu een 10 minuutjes aan het koken. Als ik me niet vergis, ja, ongeveer. Goed. Voilà. We gaan die snijden. We gaan het binnenste van de tomaat verwijderen. Omdat we enkel het vlees van de tomaat gaan gebruiken in de saus. Dat doen we echt op het allerlaatste moment. Voilà. Wat zou je daar nog mee kunnen doen met het binnenste van die tomaat? Het binnenste van de tomaat kun je een coulis van tomaat mee maken, tomatensoep. Opties legio. Zelfs in een gazpacho. Dus gezegd, in de zomer maken een gazpacho. Kun je er allemaal in doen. Je kunt natuurlijk ook gewoon je tomaten snijden. Een blokje, dat duurt 2 seconden. Maar ik vind dit iets feestelijker. Mm-hmm. Dus we gaan nu onze vis ook in de schaal leggen in de oven. Zodanig dat die op tijd gaar gaat geraken. Okay. Dat we klaar zijn, alles samen, voor ons bordje te dresseren. Dus ik zie het lampje al branden. Jouw oven heb je voorverwarmd. De oven is wel voorverwarmd, ja. Op hoeveel graden? Op 200 graden, 210, 180. Dat komt niet zo nauw. Voilà. Okay. Dat zijn de tomatjes. Onze bieslook. Onze schaal gaan we inboteren van de vis. Borsteltje, een beetje boter. Voilà. We gaan die vis kruiden met peperzout. Aan beide kanten. En we leggen de witte kant naar boven. Nu ligt hij andersom en ik ga hem eerst kruiden aan draaien, man. Als ik hem 2 keer omdraai. En waarom doe je dat? Omdat dat straks worden die opgenomen, leggen die op bord met de mooie kant naar boven. Voilà. En als je die moet gaan omdraaien, als die gaar is, gaat die breken. Okay. Dat is de reden. Voilà. Dus, 2 kanten kruiden. Bovenkant niet meer zwarte peper, want dan heb je zwarte puntjes op je vis. Dan hebben we nog wat witte wijn overgehouden. Die gaan we erop doen. Juist voor het stomen, niet overdrijven. Voilà. Dan nemen we een stukje aluminiumfolie. Die gaan we ook inboteren. Voilà. En die werkt een beetje als dakje, zeg maar. Voor als deksel. Ja, als deksel. Voilà, die mag in de oven. Dat gaat ongeveer 5 minuutjes duren. Oké. Okay. Voilà.
Die patatjes zijn goed. Die gieten we af. Voilà. Even ons siftje nemen. Het gaat mooi uitkomen, hè? Dat is een mooi bewijs dat we snel, makkelijk, lekker en toch ook een beetje feestelijk kunnen koken op 20 minuten. Onze patatjes, die gaan we warm houden. Dat kan met een bordje. Voilà. Het siftje hebben we dadelijk nog nodig voor onze saus. En we kunnen daar dit recipiënt voor gebruiken van die tomaten, want dat is niet vuil. Hier kan nu de room bij. Heel even nog. Dan gaan we ook eens een bordje zoeken. We hebben nog wat tijd, dus we kunnen eventueel die tomaatjes nog in de slag kleiner snijden. We eten vandaag plaatijs. Hou eens een pleidooi voor meer vis op ons weekmenu. Vis is gezond. We hebben in de Noordzee heel veel vis. De mensen eten natuurlijk zeetong, tarbot op sterrenrestaurant, maar er zijn natuurlijk ook andere vissen. Voor thuis zou ik dat zeker aanbevelen. Er is wijting, er is hondshaai, er zijn van alle lekkere soorten vis die we eigenlijk niet kennen, die je toch zou moeten proberen een keer. Heb jij een favoriet visje, chef? Ik vind bijvoorbeeld een verse kleine pladijs, meunière gebakken, fantastisch. Ik ga nu de room toevoegen. En voor de njamkijker die Bert Meeuwis voor de eerste keer met room ziet werken, stel ik toch de vraag, wat moet het vetpercentage zijn van die room? Dus nu, de verhouding nu is 1/3, 1/3. Maar er zijn veel koks die zeggen de room verbannen, de boter verbannen. Wij doen dat niet. Hè? Bij ons is het... We koken natuurlijk lichter als vroeger. Dat doen we sowieso, maar op dit moment gebruiken we wel nog room in de keuken. We gebruiken ook veel room voor onze dame blanche. Room en melk. Want je hebt verschillende percentages ook, hè? Qua vetgehalte. Voor de dame blanche gebruiken we 35% vetgehalte. Voor de rest van de keuken, voor onze saus en zo, is het altijd 40. Oké, okay. En dat is belangrijk omdat? Voor saus in te koken is dat bindt beter. Hè? Mm-hmm. Voilà. Dus, we hebben nog 3-4 minuutjes, denk ik. Ik ga eens kijken hoe het eruit ziet met het visje. Als die temperatuur krijgt, is de pladijs is een vis die wel snel gaart. Hè? Ja, het is een dunne vis ook. Hè? Voilà. Dat komt goed. En jij ziet dus nu of dat hij gaar is of niet, of voel je dat? Hij is nog een beetje glanzig van boven. Okay. Dus hij heeft nog even nodig. Okay. Nog een 1,5-2 minuten. Mm-hmm. Zo'n witte wijnsaus, chef. Is dat een sausje dat we zouden kunnen bewaren, of is dat à la minute te eten? Meer dan een week kun je die bewaren. Okay. Want gaat hij dan terug stollen? Die wordt gewoon... die gaat niet schiften. Nee, oké. Okay. Dus als die gezeefd is, kun je gewoon in de frigo zetten, in een potje. En een paar dagen daarna kun je die gebruiken. Je kunt daar mosterd in doen, je kunt daar van alles mee doen. Dat kun je als basissaus gebruiken. Je moet dat geen 3 weken in de frigo zetten, want dat is het visbouillon, maar een week kun je dat perfect bijhouden. En invriezen, zou dat lukken? Invriezen kan ook. Ja, okay. Ja. Dus je ziet nu dat die saus bijna goed is. En dat zie je aan de dikte? Aan het inkoken, aan de dikte. Ja. Dus we gaan die zeven. Achter 1 minuut gaan we die zeven. Halve minuut. We gaan al eens een bordje pakken. Voilà. Onze vis. Onze vis heel even nog geven. Zonder folie. Het ruikt alvast fantastisch. Onze saus die mag gezeefd. Doemt een rookwolk op. Maar alles onder controle, hè, chef. Hier gaan we nu onze bieslook in doen. Voilà.
onze tomatjes. Voilà. We gaan ons visje nemen. Voilà. Een lepel voor onze saus of een louche. Even kijken waar we dat vinden. Een pollepel hier. Dat is wel een stevige, maar. En je dipt de pladijs even af? Ja, dat het vocht er een beetje vanaf is. Oké. Okay. Dan. Goed kijken dat we wat garnituur meenemen ook. Wauw. Voilà. Nog niet gedaan. We leggen daar nog een paar patatjes bij. Alsjeblieft. Pladijs uit de Noordzee. Met tomaatjes, bieslook en een witte wijnsaus. U kan het recept terugvinden op www.niam.tv. Smakelijk! Morgen kookt Francesca Sterks snel, makkelijk en lekker. Zij zet dan een vegetarisch gerecht op ons weekmenu. Tot dan, tot Niam.